Het medium televisie boet flink aan urgentie in nu de kijkcijfers voortaan geheim blijven. Waar er momenteel dagelijks in alle grote nieuwsmedia wordt bericht over de kijkcijfers van de avond ervoor, zowel bij hits als flops, komt daarna deze week een eind aan. Dan worden de scores pas na een week gepubliceerd, om ze eerst op te vijzelen met uitgestelde kijkers. Luc Ikink, de presentator van RTL Boulevard, vindt het heel jammer. Hij en zijn collega's zullen voortaan iets lager op de kijkcijferlijstjes prijken, omdat zijn programma relatief weinig uitgestelde kijkers heeft. Maandag worden de kijkcijfers van afgelopen maandag, nog een keer, gepubliceerd met een week overlap. Maar dan, volledig, uiteraard. Oftewel, met uitgestelde kijkers. Hij vervolgt op Instagram, en dan vanaf 4 september nieuwe uitgestelde cijfers. Jammer is het wel, we zullen dus niet de volgende ochtend weten hoeveel het Nederlands elftal is bekeken, of BB of de slimste. Behalve als de omroepen en zenders dat willen, zij mogen publiceren over hun eigen programma's. En dat laatste is natuurlijk precies wat hier aan de hand is: tv-zenders willen zelf in de hand houden wat er naar buiten komt over de kijkcijfers. Een flop, die proberen ze een week lang onder de pet te houden. Een kijkcijferhit? Daar gaan ze in persberichten over jubelen. En die flop, daarvan hopen ze dat media het na een week niet meer interessant vinden. Joost Meijburg, de kijkcijferkenner van RTL Boulevard, heeft daar moeite mee. Hij heeft NMO, de organisatie achter deze steeds schimmiger wordende kijkcijfermeting, aan de tand gevoeld. Wanneer mogen zenders lineaire kijkcijfers delen, de ochtend erna, red. Daar is over afgesproken dat ze dat alleen bij hoge uitzondering doen. Alleen bij hoge uitzondering, a, ah, alleen bij uitzonderlijk, grote kijkcijferhits dus. Het mag ook alleen over eigen programma's gaan, weet Joost. Bovendien mogen slechts de absolute cijfers worden genoemd en niet bijvoorbeeld marktaandelen of termen als best bekeken van de avond, omdat je het nog nergens mee mag vergelijken. Hij vervolgde op zijn analysekanaal op de vraag bij welke uitzonderingen zenders cijfers mogen publiceren, bleef het antwoord vaag: het is lastig om daar definities voor te maken. Dus we hebben gezegd alleen van eigen content en we hebben alle partijen gevraagd daar terughoudend in te zijn. Tina Nijkamp, de belangrijkste kijkcijferkenner van ons land, vindt het allemaal een godspe. Vaag! Dat is inderdaad het beste woord dat hierbij past, tranen van geluk. Wie verantwoordelijk voor is voor deze schimmige kijkcijferconstructie? De tv-zenders, dus. Wij geven hiermee gehoor aan een verzoek dat gedaan is door de NPO, RTL en Talpa, wat door het bestuur is geaccordeerd, besluit de NMO.